2018 is bijna voorbij. Het gaat hard, het schiet hard op. Weet u nog dat we hier op een avond in maart met z'n allen stonden en dat we met z'n allen naar een scherm keken naar de uitslagen van de verkiezingen? Het is pas 9 maanden geleden. 9 maanden, daar kan van alles in gebeuren, inderdaad. Een heleboel mooie dingen kunnen daarin gebeuren en daar heb je geen destination developer voor nodig. Of wel een bestemmingontwikkelaar, want dat klinkt gewoon veel sympathieker. Maar als het om bestemming gaat of ontwikkelen, kwam deze raad natuurlijk de afgelopen jaar wel degelijk aan hun trekken. We hebben veel over bestemming gepraat, we hebben veel over ontwikkelen gepraat. We hebben niet alleen gepraat, maar we hebben ook dingen besloten met elkaar, wat Gennep allemaal weer een stukje beter, weer een stukje mooier heeft gemaakt. En ik wens ons allen toe, en ook onze inwoners toe, dat we dat vooral blijven doen. We hebben gezien dat de samenstelling natuurlijk na verkiezingen is gewijzigd. Daarna heeft ook Dolinda Wijnhoven nog afscheid genomen. Daar hebben we vaak een milde voor teruggekregen in dit gezelschap. En ik wens ons allen in ieder geval allemaal toe dat we volgend jaar om deze tijd met dezelfde club in dezelfde goede gezondheid hier samen zijn. En dat we weer een stel wijze besluiten verder zijn. Maar dat zal in een andere omstandigheid en een andere omgeving zijn als nu. Want deze raadzaal gaat op de schop. En dus geniet even van dit toch wel redelijk historische moment dat u op dit moment zit op enorm grote zetels voor het laatst, want die gaan vervangen worden. U zit achter een enorme houten tafel voor het laatst, want die gaat vervangen worden. En ook in de omgeving van deze zaal gaan er dingen veranderen. Verbeteren, denken wij met z'n allen. Want de bedoeling is dat we daarmee de vergaderingen op een nog hoger niveau kunnen krijgen. Dat de faciliteiten zo zijn dat het bijna vanzelf gaat. Bijna, want we hebben altijd goede raadsleden nodig. 16 mannen en die vrouw. Het is geen verhouding. Het blijft een schande, Anke. Ik weet het, maar ik zeg het ook. Ik ben het met je eens. Maar het is nu even zo dat we nog betere besluiten met elkaar kunnen nemen. Die zaal wordt anders. Nou, hoe precies hebben een aantal van u al gezien en anders laat u zich verrassen. Wij denken dat het een mooier wordt en inderdaad misschien nog wel bestemmingsvriendelijker en ontwikkelvriendelijker op wordt. Dat denk ik zeker. 2019 wordt in ieder geval het jaar van de ontmoeting. In 2019 komen er tal van activiteiten die daarop zijn gericht. Ontmoeten. Ik heb zaterdag bij de opening van de tentoonstelling in het Petershuis, waarvan ik kan onthullen dat u daar binnenkort begin januari ook nog een keer met z'n allen heen gaat. Maar daar krijgt u nog informatie over. Heb ik al gezegd, het woord ontmoeten kun je ook uitleggen als je een streepje tussen ont en moeten zet. Ontmoeten. Dingen kunnen niet, dat betekent dat je dus niet moet, maar dingen mag en dingen kunt. En dat is denk ik onze kracht. Wij mogen dingen en wij kunnen dingen en we kunnen dat heel goed. Laatste woord wijd ik toch aan dat prachtige initiatief wat ik toch wel even hier gewoon de gelegenheid pakken om dat nog even onder iedereens aandacht te brengen. Niet alleen hier in deze zaal, maar zeker ook thuis. Dat is wat zich momenteel in dat winkeltje plaatsvindt, daar in de Klarenhof, waar die kinderen bezig zijn van groep 7 en 8 van de Ratel met het glazen winkeltje. Als u, wie van u is daar al geweest? Kijk, dan komt de gewetensvraag. Alle anderen hebben het nog te goed. Dat is ook wat waard. Ga erheen, laat u overtuigen, laat u verrassen en doe mee aan waar Gennep zo goed in is, namelijk zorgen voor elkaar en als het moet ook zorgen voor een ander. Ik wens u allen een gezegend en warm kerstmis toe en ik wens ook iedereen veel geluk en vooral veel gezondheid in 2019. Kijk nog even goed rond in deze zaal en doe dat staande, want dan gaan we daarmee deze vergadering besluiten. In het vertrouwen dat ons werk het welzijn van de gemeente en haar inwoners mag bevorderen, is deze vergadering gesloten.